We zijn vandaag op bezoek bij Friso en Lisbeth van der Meulen, die de Kilimanjaro hebben beklommen voor War Child. Leuk dat we mochten komen. Ja, welkom. Nou, wij komen graag, dus we willen graag van jullie weten wat jullie allemaal voor spannends gedaan hebben. De Kilimanjaro beklommen, hoe is dat in zijn werk gegaan? Wie? Nou, dat was eigenlijk heel grappig. Ja. Vriend van hem, vriend van ons, Frank, die ging het beklimmen en die twitterde dat hij dat ging doen. En Friso die zei van dat hij dat wel heel erg gaaf leek. Ja. En dus toen zei ik van, nou als jij gaat, dan ga ik mee. En zo is het begonnen. Ja. Ja, ik heb in Kenia gewerkt en gewoond. Ik heb de Kilimanjaro vanaf de Kenia kant gezien, vanaf de Tanzania kant. Ik heb er overheen gevlogen. Dus het was altijd wel sowieso het heeft sowieso een magische uitstraling op iedereen. Ja. Maar het had dus dat prikkelde wel wat, ja. Ja. Maar je hebt dat niet in je eentje gedaan, neem ik aan. Dat is niet iets van een privéproject, toch? Deze expeditie was helemaal op initiatief van War Child. Ook als fundraiser, dus als, hoe zeg je dat? Om donaties binnen te krijgen voor War Child. En dat gaf voor ons ook echt een duidelijke extra dimensie eraan. Ja. Ik van, dan doe het niet alleen voor jezelf, maar ook nog voor oorlogskinderen. Ja. Hoe gaat het nou precies in zijn werk? Je zegt het is voor War Child, maar wat moet je dan doen? Ik bedoel, alleen daar klimmen, dat levert niks op natuurlijk. Nee. Dus we moesten echt heel veel sponsors zoeken om ons te sponsoren. Wij betaalden zelf de reis. En dan moesten we daarnaast nog 2400 per persoon minimaal inleveren. Ja, zelf betalen. En dat was opbouwen, En dat was een hele grote uitdaging. Ik geloof dat dat nog wel net zo'n grote uitdaging was om jezelf klaar te krijgen daarvoor. Ja, ja. Ja. Want hoe heb je dat aangepakt, Friso, die sponsoren? We hebben in het Nederlandse krantje gestaan. Ja. We hebben ook een radio-interview gehad met Midfleet. Dat heeft allemaal invloed gehad. We hebben sponsoracties gedaan via de sportscholen waar we geweest zijn. Ja. Waar wij zijn. En een hoop andere mensen. Maar gewoon een hoop mensen benaderd via Facebook, LinkedIn. Persoonlijke en minder persoonlijke contacten. En alsmaar weer erop terugkomen. En Lisbeth die heeft ook via de school en een andere school en andere kinderen zijn er allerlei acties gestart. Mijn nichtje die was net na de aanslag in Parijs, was ze in Parijs en die was er diep van onder de indruk. Ja. En zij zei van, mam ik wil ook wat doen. En is op school een flessen-inzamelingsactie begonnen. En samen met mijn vriendinnen hebben ze weet ik veel hoeveel flessen gehaald, echt gigantisch veel. Onze zoon Tom. Die zei van, hey, dat ga ik bij ons in de studentenvereniging gooien. Nou, die hebben een benefiet diner gehad voor studenten. En als tegenprestatie moesten wij Cookie, hun mascotte, meenemen de berg op. Nou, ja. En dat is natuurlijk uiteraard graag reden. Cookie Monster. Ja. Hoeveel hebben jullie nou uiteindelijk bij elkaar gekregen voor War Child? Bijna 6000 euro. Dat is toch heel wat. Ja. Maar als jullie nou over de Kilimanjaro hebben. Ten eerste, Lisbeth heeft een prachtig schilderij gemaakt, zie ik hier, als voorbereiding. Ja. Hoe hebben jullie daar nou op voorbereid? Ik neem aan dat je dat niet zo eventjes uit de losse pols doet. Je moet natuurlijk ook heel veel klimwerk doen. Ja. Dus gingen we elke week door de duinen heen met rugzakken op. Gingen we hele lange tochten maken. En dan was het echt kilometers door de duin lopen en liefst zoveel mogelijk op en neer, zodat je die training had. Maar Friso, was er dan niet vanuit die Kili Challenge zelf een van de trainingsprogramma's? Wat hebben jullie zelf? Er werden wel bepaalde dingen aangeboden. Ze stelden in ieder geval trainingsschema's beschikbaar. Ja. Dingen waar je op moet letten, waar je accenten moet leggen. Ja. Als je moet echt een keer zo 20, 25, 30 kilometer lopen. Om te ervaren wat het met je doet. En dan krijg je toch het iets van, waarom word ik hier moe van? Waarom krijg ik last van mijn spieren? Ik ben super getraind. Ja. Maar is toch dat aspect, dat moet je echt wel toevoegen. Ja. En verder moet je gewoon lekker fit zijn. Het hoeft niet super, super fit te zijn. Maar als je gewoon lekker getraind bent, dan kun je dat wel aan. Maar je wordt wel geklauterd. Er zijn hele stukken dat je echt stijl omhoog gaat. En met handen en voeten langs rotsen omhoog gaat. Ja, en wat, dat is
En is dat gevaarlijk? Ik bedoel, zijn er nog gevaarlijke punten of zo? Wat je zegt? Ja, nou, er zijn wel wat gevaarlijke punten, ja. Toch wel? Ja, 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 ja. Ja, een van de punten is ook het zuurstof. Oh, ja. En de zuurstof is daar echt heel schaars daarbovenin. En daar hadden we ook voor getraind met een tent. We sliepen in een tent 4 weken lang. Of 3,5 week. En achteraf merkte ik dat het heel erg goed was. Want ik had wel wat last daarvan. En ik liep naar boven en blijkbaar had ik dermate weinig zuurstof dat ik ook niet merkte dat ik dicht bij zo'n afgrond was. Oh, en okay. Die jongen die achter me liep, die gaf me zo'n duwtje bij me. Je wordt ook minder alert van het gebrek aan zuurstof of zo? Ja. Word je duizelig? Of wat ja, dat is voor iedereen verschillend. Oh. Sommigen werden echt heel erg misselijk en anderen kregen diarree. Oh. En nou, dat was ook echt helemaal niet leuk natuurlijk voor ze. Hoofdpijn. Het gevoel van dat je astma hebt. Ademgebrek. Echt ademgebrek. Je moet dus voorstellen dat je met een rietje, door een rietje ademt, de trap op en neer loopt. Ja. Nou, dat is ongeveer hoeveel zuurstof je hebt. Dat, ja. En je zegt net, jullie hebben er 3,5 week, 4 weken over gedaan? De expeditie was 7 dagen. Oh, die was 7 dagen? Ja. Oh, okay. 5,5 dag omhoog en 1,5 dag naar beneden. Want hoeveel moest je dan lopen als je omhoog ging? Wat was je dagtraject, om het zo maar te zeggen? In afstand, dat is moeilijk in afstand te zeggen. In tijd was het 6 tot 8 uur per dag lopen. Oeh, dat is best veel. Maar dat ging dan vaak in een rustig tempo. En ook een van de taken van de gidsen was om het tempo laag te houden. Wat voor mij heel, in het begin heel moeilijk was. Want ik was zoiets, ja, we lopen gewoon boven. Dat is aan de hand. Ja. En dat ging dan echt zo langzaam af en toe, naar mijn idee. Maar dat was ook, dat is gewoon, daar is goed over nagedacht. Alles is eigenlijk op gericht om zoveel mogelijk mensen echt naar die top te krijgen. En daarvoor is het belangrijk dat je dat heel rustig gaat, stapje voor stapje. En het is wel een bepaalde manier een mooie metafoor voor het leven. Want je wil allemaal een bepaalde top bereiken. En soms dan gaat het makkelijk en dan ga je lekker. En op andere momenten dan valt het heel erg tegen. En je weet gewoon van tevoren dat het leven is niet makkelijk. Er gebeuren nare dingen en soms zit het tegen en soms ben je niet vooruit te branden. En de sleutel is gewoon telkens dat ene kleine stapje te maken wat je wel kan. En dan je volgende stapje en dan je volgende stapje. En uiteindelijk kom je dan aan die top. En dat heb ik wel heel erg bewust ervaren zo, hoe dat werkt. Ja. Heeft het jullie ook veranderd, de manier waarop je hiermee om bent gegaan? Dat je eigenlijk een beetje jezelf hebt overtroffen, denk ik dan? Ja. Ja. Ja, je loopt tegen grenzen aan, je komt jezelf heel erg tegen. Ja. Maar wat ik net vertelde, dat was voor mij echt wel een leermoment. Ja. Of een leerpunt. Ja, je kunt gewoon alles. Je kunt alles bereiken. Als je gewoon maar je doel duidelijk voor ogen houdt. En goed luistert naar je lichaam en naar andere mensen en die het weten. Ja. En gewoon maar blijft heel rustig in je eigen tempo door blijft gaan. Dan kom je er. Ja. Dat was voor mij echt een heel belangrijk leerpunt. Ja. En voor jou, Lisbeth? Voor mij was het het mogen dingen op mijn eigen tempo mogen doen. Nee. Zoals ik zei, was ik niet heel erg getraind. Nee. Maar ik heb het wel kunnen doen, omdat ik het langzaam aan mocht doen. En op een gegeven moment, dat was het laatste kamp, dat was het laatste stuk naar de top. Ik had heel erg benauwd. Ik wist toen nog niet dat ik inspanningsastma had, dus ik was echt heel erg benauwd. En ik was zo'n 100 meter uit het kamp en het ging echt zo stap en stap en dan weer. En toen dacht ik, oh je hemeltje, nu nog 10 uur. Wat mij heel erg hielp, was dat ik dacht, een vriendin van mij die hier in Wassenaar woont, die is met haar kinderen gevlucht uit Afghanistan. Ze was zwanger. Ze had 2 peuters en een oude vader. Die had ze bij zich. En die is over zo'n berg heen gegaan. Zo. Met hun. En dat beeld, dat hield ik voor ogen. Elke keer als het moeilijk was, dan hield ik dat beeld voor ogen. En denk ik van, als zij dat kan met die kleintjes, dan moet ik het toch wel kunnen. Ja. En op zo'n moment is het eigenlijk net alsof zo'n berg gaat leven en je roept. Ja.
Kom op. En dat gaat op een cadans en je gaat door. En dat is ja, dat was een heel bijzondere ervaring. Nou, en dan kom je op een gegeven moment op die top. En dan? Ja. Euforie? Ja. Nou, sowieso is het een trip of een expeditie van extremen. 5 klimaatzones loop je doorheen. En er zijn momenten van totale ontreddering en ontmoediging en vertwijfeling. En momenten van opperste euforie en dankbaarheid dat je dat mag meemaken. Inderdaad, een van die momenten, ja, ik word er bijna emotioneel van, is... Ja, ik dacht dat het zou komen, ja. Dat mag. Ja. Maar dat is inderdaad, als je die... Wij liepen dan, ons programma, onze expeditie was dan dat je s'nachts om 12 uur ging naar de top lopen. 11 uur, 12 uur. En dan loop je dus de hele nacht. En bij zonsopgang ongeveer ben je boven. Ja, hij wel. Ik was half maar dan zie je dus langzaam die zon opkomen. En ja, sowieso het naar boven lopen is al heel, heel erg mooi inderdaad. Want het is heldere hemel. Je ziet de Melkweg als nooit tevoren. Ja. Dus het is al overweldigende schoonheid en natuurpracht. En het is inderdaad ook heel bijzonder om dan wij en ook andere expedities, andere groepen, die lopen met zo'n hoofdlampje naar boven. Dus naar boven zie je zo'n slinger van lampjes, naar beneden zie je een slinger van lampjes. En dan op een gegeven moment komt die zon op. Ja, dat is gewoon te gek. Ja. En als je dan inderdaad helemaal bovenop staat en uitkijkt, nou, bijna per panorama view over overweldigend mooie natuur. Met de kleuren van de zonsopgang, ja, het is gewoon te gek. Niet te beschrijven. Nou, ik denk dat jullie ontzettend goed streven hebben gehad met alles wat jullie gedaan hebben. En ook voor jezelf natuurlijk er heel veel waardevols aan overgehouden hebt. Ja. En, het is heel bijzonder, want we zijn met die drie groepen naar boven gegaan. Hè? Ja. Met elkaar hebben we wel meer dan 3 ton kunnen ophalen. Ja, moet je nagaan. Ja. Ja. En wat doet War Child daar nou precies mee? Kun je dat omschrijven? Wat is... ja. Ze zorgen voor safe houses. Ja. In oorlogsgebieden creëren ze plekken waar kinderen veilig even kind kunnen zijn. Okay. En om hun die veerkracht te geven om er weer om te kunnen gaan. Waar ze kunnen muziek maken, waar ze kunnen spelen, kunnen leren. Maar ook als het nodig is, psychologische hulp kunnen krijgen. Uh-huh. En als het nodig is, voedsel kunnen krijgen. Dus ze werken samen met andere organisaties. Uh-huh. En ze blijven net zo lang in een gebied totdat het veilig is en het gebied het weer zelf kan overnemen. Ja. En dat is echt over de hele wereld. En nu met al de dingen die nu in Nederland gebeuren, hebben ze ook een project in Nederland. Ja. Om deze kinderen te ondersteunen, omdat het gewoon echt niet mis is wat ze hebben meegemaakt. Okay. En die veerkracht ook te geven aan de kinderen die hier komen. Dus aan alle kanten een heel goed project wat jullie gedaan hebben en wat jullie ondersteunen. Ik wil jullie ontzettend bedanken voor dit interview. Graag gedaan.